afgelopen jaar was echt een rollercoaster. Ja, voor heel veel mensen natuurlijk, maar ik ben eigenlijk de enige student van Avans, ik denk een handjevol misschien, die naar het buitenland is geweest. En iedereen kan zich voorstellen dat dat niet over een leien dakje is gegaan. Want het was COVID en heel de wereld zei je moet niet reizen. En dan denk je, nou oké, dit is dus een feit, wat ga ik hier aan doen? Zuid-Korea was de eerste keus om een minor te doen. En dat kon ook in Nederland. Maar ik ben een jaar in Amerika geweest en ik heb gezien hoe dat mij heeft veranderd voor de rest van mijn leven. Het innovatievak is zo breed. Dan is het super interessant om internationale aanpakken te zien. Ik was overal aan toegelaten. Ik zou net mijn visum op gaan halen en toen kreeg ik die mail binnen. En toen zag ik gecanceld, geen enkele student mag meer naar het buitenland. Dus ja, toen ging Korea helaas niet door. Ja, daar ging heel veel door me heen. Er is een heel goed punt om te zeggen, studenten mogen allemaal niet naar het buitenland. En dat is echt onderbouwd, wetenschappelijk zelfs, hè? Er is een coronavirus. Maar ik ben een problem solver, een business innovator, dus wat zijn dan andere mogelijkheden die dan wel kunnen? En uiteindelijk is het IJsland geworden. Als ik denk aan IJsland, dat is een geïsoleerd eiland in het midden van de oceaan. 330.000 inwoners, weinig tot geen besmettingen en kan daar studeren, de tijd van mijn leven hebben en nieuwe cultuur ontdekken. En dat mensen dan zeggen, nee, dat zou ik je niet adviseren, doe dat maar niet, Sam. Dat ik echt dacht, hè, IJsland jongens, daar woont bijna niemand. Laat me naar IJsland gaan. En ik denk dat ook die wendbaarheid, dat is ook dat je terug kan veren van stress en van moeilijke situaties en van problemen. En gewoon het roer in eigen hand neemt. Ja, ik heb ook gewoon hele goede docenten gehad die mij toen hebben geholpen bij het praktijkbureau bij Avans. Omdat ik ook een goed verhaal had. Als je daar 2 weken lang in een lockdown gaat, een goede lockdown, dan is heel dat land COVID-vrij. En dat was al, dat konden we eigenlijk al een jaar zien. Toen denk je, dat gaan we doen. Zo surrealistisch om daar dan te landen. En heel Nederland zit in lockdown. En ik had daar gewoon een normale studententijd. Bij Business Innovation leer je ook van, je hebt geen glazen bol, je gaat niet zelf dit wiel uitvinden. Hè? Dat doe je niet in je eentje. Je gebruikt heel je omgeving. Als je echt een goede innovator bent, dan zorg je dat iedereen om je heen deel uitmaakt van je oplossing. En ik denk dat dat soort dingen, als je dat allemaal leert, dan verander je ook als persoon. En als ik dan een uitdaging had, ja, dan toets ik heel veel bij de omgeving. Wat zou jij doen? Af en toe heb je ook iemand nodig die zegt van, nou, je hebt dat toch zelf in de hand, dan ga even zelf kijken wat er nog meer kan. En dat is in mijn geval mijn moeder die dat altijd doet. Dat heeft mij ook alles gebracht wat ik vandaag heb, zeg maar. In IJsland hebben ze dus gezegd theta erast. En dat betekent het komt allemaal goed. It'll be fine. Ja, misschien is dat wel gewoon het belangrijkste van alles. Als je een probleem hebt en die kan je oplossen, dan hoef je geen zorgen te maken, want je kan het oplossen. En als je hem niet kan oplossen, dan kun je ook geen zorgen maken. Dat hoeft ook niet, want je kan het ook niet oplossen. Dus hoe dan ook is het of acceptance of je moet inderdaad dingen gaan doen. Dus los het op. Dus, en ik denk dat nu alles zo heb afgerond, ik denk dat dat iets zou moeten zijn dat ik trots op mag zijn, denk ik. Dat denk ik.